Marcel, jij haat artificial intelligence. Ja. Eigenlijk wil je het ook niet meer hebben over artificial intelligence. Nee. Je hebt eigenlijk een veto uitgesproken om het woord artificial intelligence nog in jouw buurt te noemen. Maar ik hou heel erg van de Beatles. En er was een nieuwtje van de Beatles. Er is een onafgemaakt liedje van John Lennon, een demo. En daar heeft Paul McCartney, die ook nog steeds gaat als een dolle, heeft daar... En die is achter zijn computer gekropen en die heeft zijn ChatGPT aangezet. En die heeft nu dat demootje van John Lennon en zichzelf allemaal uit elkaar getrokken en weer in elkaar geknutseld. En daar een nieuw Beatles-liedje van gemaakt. En dat wordt dit jaar uitgebracht. Ik neem aan dat jij er woedend over bent, Marcel. Ja, ik vind het helemaal niks. Nee. Ik hoef er verder ook helemaal niet over te hebben. Ik wil het er ook niet over hebben. Nee, maar dit is zo overdreven. Dus mensen zijn bang dat dat ons over gaat nemen. Terwijl het is gewoon een soort van autocorrect. Het is gewoon autofill. Het is gewoon alsof je aan het whatsappen bent en maakt je zinnetje af. Ja, dat gaat ons toch niet opeens opeten? Dan trek je toch de stekker eruit. Jij had toch een tweet geplaatst, Sander, dat je vond dat de overheid weer... Er moest een petitie ondertekend worden... Ja. Dat artificial intelligence weer teruggeduwd in de fles moest worden. Nou, ik denk wel dat je moet leren van eerdere fouten, zoals met sociale media. Dat je denkt van, laat de markt het maar uitzoeken en we zien wel wat er gebeurt. En we gaan ons daar verder niet mee bemoeien. Ja, laat het maar lekker aan de markt over. Dat we dat nu wel voor moeten zijn. Dat nu overheden bij de ontwikkeling van dat soort nieuwe technieken... heel erg erop moeten zitten en op tijd beginnen met regelgeving. Is dit de volgende stap in jouw ontwikkeling? Dat je nu mensen gaat oproepen om pamfletten te ondertekenen? Ik vind dat persoonlijk, heb ik daar altijd heel erg... Ik krijg een soort Tim Hofman-achtige vibes bij. Teken dit, teken dat. En dan denk ik, alsjeblieft, ik wil helemaal niks tekenen. Nou, ik ben een serie aan het maken en daar heeft Kees Verhoeven mij bij geholpen. En het is een wederdienst. Oh, okay. Kijk, zo werkt het ook, hè. Oh, zo is het dan ook wel weer. Want ik denk toch niet dat we met petities... dat hele artificial intelligence nog terug in zijn rol kunnen doen? Nee, maar ik sta wel achter de boodschap. Ik denk wel dat belangrijk... Ik sta ook wel achter de boodschap, maar dat ga je toch nooit... Als zo'n ontwikkeling er is, dan ga je dat toch nooit meer stoppen? Nee, oké, maar je kan als overheid wel zorgen dat je regelgeving... Regulering. Ja, en dat kan door die petitie te ondertekenen. Dat is een eerste stap. Wat cynisch. En om de ontlezing tegen te gaan. Tuurlijk. Als mensen gewoon weer boeken gaan lezen, Marcel... dat zal ook de artificial intelligence ook een hele harde slag toebrengen. Het liefst ga je... we zijn met dit programma bezig. Jullie beginnen met AI en het moet over dat boek van jou gaan. We zijn altijd bezig met ontlezing. Ik ben het gewoon eens met de kritiek nu. Ja, en ik zou hier ook wel een petitie voor willen... ga lezen. Ga lees, mensen. Hou je niet bezig met andere dingen. Ga lekker lezen. Ja. Dat is de onderliggende boodschap. Maakt niet uit wat je leest. Nou, dat maakt wel uit. We zitten hier niet voor Jan Lul. Ik zou beginnen met een boek waar heel veel dingen in staan. Dus niet één lang verhaal. Nee. Maar allemaal korte verhalen uit de samenleving. Dan heb je de hele AI niet nodig. En als je niet wil lezen, gewoon lekker scannen met die QR-codes. Lekker bij de barbecue. Hoe werkt dat dan? Nou ja, er staan QR-codes in dat boek. Als je een mobiele telefoon hebt, dan scan je dit in. Stel, je hebt geen zin om te lezen, en dan scan je dit in. En dan krijg je hier bijvoorbeeld Gideon van Meijeren... is een spion van Vladimir Poetin. Nou, een hele leuke column om even te lezen. Dan zie je hoe Marcel die column voorleest. Dan komt die column binnen op je telefoon. Dus dan kan je Marcel ook zien voorlezen. Ja, een soort ontwikkeling door. Ja.